In deze video examen 2021 tijdvak 3, HAVO wiskunde A. We doen de vragen 10, 11 en 12. Veel scholen doen mee met jaarlijkse schooltevredenheidsonderzoeken. Nou, dan heb je verschillende onderwerpen en de antwoorden worden per onderwerp omgezet in een score waarbij geldt hoe hoger de score, hoe groter de tevredenheid. In 2018 hebben op het Gelder 674 leerlingen de vragenlijst ingevuld en de school kreeg van deze leerlingen een gemiddelde score van 7,24 op begeleiding. Nou, is ook een 95% betrouwbaarheidsinterval is daarbij gemaakt met natuurlijk een linkergrens en een rechtergrens. En die gemiddelde score van 7,24 zit daar precies tussenin. En de vraag is dan, bereken de standaardafwijking. Nou, dan moeten we het formuleblad even pakken. En omdat we te maken hebben met een populatie gemiddelde, pakken we dus dit betrouwbaarheidsinterval. Nou, we moeten dus die steekproef standaardafwijking moeten we berekenen. Nou, we hebben het steekproef gemiddelde en we hebben n de steekproefomvang. En we gaan die formule gaan we gebruiken. Nou, heb je dus steekproef gemiddelde en dan ga je twee keer naar rechts en je gaat twee keer naar links, 95%. En dan heb je je linker- en rechtergrens. Nou, we hebben ook de steekproefomvang, dus we kunnen volgens mij berekenen hoe het zit met S. Nou, als we het verschil gaan berekenen van de grenzen, dan komen we uit op de breedte van het interval. En de breedte van het interval is 0,22. En 0,22 is dan weer gelijk aan die plus die. Dus dat betekent 4 keer S gedeeld door de wortel van N. En we weten N. Nou, er staat bereken, dus we kunnen aan de slag met een grafische rekenmachine. Ik heb een beetje weinig ruimte, dus ik ga dat niet doen. Ik ga het algebraisch doen. Want ik zie hier namelijk staan 4 keer. Dus ik ga links en rechts met de balansmethode ga ik delen door 4. Nou, dan heb je aan de rechterkant 0,22 gedeeld door 4. En aan de linkerkant heb ik dan S gedeeld door de wortel van 674. En nu kan ik ook kruislinks vermenigvuldigen. Want ik zet hier even een eentje onder. Dat mag. Dan krijg je aan de linkerkant S keer 1. En aan de rechterkant heb je dan 0,055 keer de wortel van 674. Nou, we moeten afronden in 3 decimalen staat er. Dus we tikken dat in op de rekenmachine. En dan is dit ons antwoord. Dan gaan we naar de volgende vraag. In tabel 1 vind je de schoolscore van het Gelder, de gemiddelde score van de 265 scholen en de ranking. Nou, dat zie je allemaal bovenin staan, hè? Zowel voor 2017 als voor 2018. En de ranking van het Gelder is de plaats van deze school in de complete lijst van 265 scholen. En dus sta je op 1, ben je de beste en sta je op 265, ja dan niet. In tabel 1 kun je zien dat het Gelder in 2018 op het onderwerp huiswerk heb je een schoolscore van 6,10. En de gemiddelde score van die 265 scholen is lager. En je ziet een ranking van 3. He, dus dat betekent dat er 2 scholen zijn die hebben dat beter in orde. Dan zegt de leerlingenraad van het Gelder, op basis van tabel 1, de tevredenheid in 2018 is kleiner dan in 2017. En de schoolleiding zegt, nee hoor, het is niet kleiner, maar juist groter. Nou, de leerlingenraad, die zegt dus, het is kleiner. En dat is misschien ook wel zo, want als we dan gaan kijken naar de scores van het Gelder,
dan zie je ook dat het in 2018 lager is dan in 2017. En vanuit het oogpunt van de schoolleiding, dan kunnen we gaan kijken naar de ranking. En dan zie je dat er een verbetering is. En dat is vraag 11. We gaan naar vraag 12. Als we van alle 265 schoolscores in 2018 op het onderwerp activiteiten een verdeling zouden maken, dan zou dat geen normale verdeling zijn. Nou, je weet ook, heb je te maken met een normale verdeling, dan vallen de centrummaten vallen samen. He, dus mediaan is gelijk aan gemiddelde, is gelijk aan modus. Nou, geen normale verdeling, he, dus dat kun je beredeneren aan de hand van de waarde van de schoolscore van het Gelder. 7,68. De gemiddelde score van alle scholen, 7,75. En de ranking is 105. Oké. Nou, we kunnen gaan kijken naar de mediaan van al die 265 scholen. Hè? Dus dan gaan we kijken naar de ranking. En helemaal in het midden heb je dan school nummer 133. En bij 133 verwacht je dan een gemiddelde van 7,75 als je te maken hebt met een normale verdeling. Ja? 7,75. Dus dat betekent automatisch dat links zitten dan die 132 scholen. En die hebben dan een hoger cijfer dan 7,75. En aan de rechterkant van de mediaan heb je dan ook 132 scholen. En die scoren dan slechter. Hè? Dus dan heb je een lager cijfer dan 7,75. Oké. Nou, dit is het eigenlijk. Nou, bij een normale verdeling scoren dan 132 scholen hoger dan het gemiddelde cijfer van een 7,75. En 132 scholen scoren dan lager dan het gemiddelde cijfer van 7,75. Nou, dat hebben we net ook al opgeschreven. Maar nou komt het. Het Gelder heeft een score van 7,68 en dat is lager dan die 7,75. Dus dan verwacht je ook dat de ranking aan de rechterkant zit van 133. Maar, ja, dit is wat ik net gezegd heb. Maar de ranking is juist 105. Dus zit aan de linkerkant van die 7,75. En heb je een ranking van 105, dan verwacht je natuurlijk ook een cijfer dat hoger is dan het gemiddelde cijfer van 7,75. En dat is wat hier staat. Dus niet normaal verdeeld. Einde video. Tot de volgende keer.